Sudex, de dystrofie van de knie en de behandeling met baclofen en ketaminecrème. Waarom ben je hier gekomen? Ik ben begonnen met simpele meniscusklachten en uiteindelijk daar aan dystrofie overgehouden. En toen moest eigenlijk ook nog een nieuwe knie in. Waarom? Omdat ik te veel slijtagepijn had. Dus hebben ze er uiteindelijk 3/4 jaar ongeveer over nagedacht van ja, is het verstandig? Gaan we het echt wel doen, een nieuwe knie erin? Want ik had natuurlijk al degelijk klachten van dystrofie. Nou ja, toch de stap maar genomen, maar dat, ja, dat pakte natuurlijk wel even wat anders uit. Dat het de dystrofie werd natuurlijk in alle hevigheid erger. Dus mijn been die wilde alleen maar strekken, die wilde niet meer buigen. En afgelopen januari hebben ze daar nog onder narcose doorgebogen. Maar de dystrofie vind ik niet zo leuk. Werd het erger? Ja. Heel veel erger. Ja. En wanneer zijn die meniscusklachten opgetreden? Augustus 2010. En wanneer zijn de dystrofieklachten opgetreden? Volgens mij zelfs al na de eerste kijkoperatie. En het is na de tweede kijkoperatie, dat was december 2010. Toen werden de klachten al duidelijker, maar het is pas in maart 2011 erkend als dystrofie. Oké. En toen hebben ze je een nieuwe knie gegeven en toen is het verergerd. Ja. Ja. En als je een cijfer geeft van 0 tot 10, 10 is de meeste pijn ooit en 0 is geen pijn, hoe heftig was jouw pijn na dat doorbuigen? Na het doorbuigen? Dat was heel hoog. Ja, dat was mega. Score 8 had ik bijna de hele dag. Dag en nacht, 24 uur. Als je nu de rechter en de linkerknie met elkaar vergelijkt, wat heb je gemerkt in het verschil, hoe de knieën eruit zagen en zien? Voordat ik de zalf gebruikte, was hier heel erg veel vlekken van paars, blauw. Nou, bizar gewoon. Ja. Ik vond het gewoon een enge knie af en toe. Een enge knie. En wat betreft de zwelling? Ja, die is nu inmiddels aardig minder, maar hij was veel meer. Ja. De knie was dus paarsblauw verkleurd en gezwollen. Heb je ook nu iets gemerkt aan of die glanzender was? Ja. Of wat merkte je daar? Ja, maar de glans gaat zelfs een beetje door naar mijn onderbeen zelfs. Dat kan heel erg veel glanzen. En ook ja. op de plekken van mijn knie waar ik de meeste pijn ervaar, is de haargroei ook heel anders. De haargroei is ook heel anders. Dat is allemaal vrij klassiek, hè? Ja. Een aantal behandelingen in het reguliere circuit leverden helaas geen enkel resultaat op. Toen kwam je in eind februari hier. Toen zijn we begonnen met de ketaminecrème 10%. Ja. En wat deed dat? Maar die ketamine haalde de hitte, zeg maar, uit mijn knie. We zijn daarna ook begonnen met Normast, hè? Ja. Ja. Heeft dat nog enig effect gehad bij jou? Merk je daar nog iets van? Nou ja, ik denk alles samen dat wel. Ik slik het nog steeds natuurlijk. Zijn we begonnen in begin maart met amitriptyline 10%. Ja. Wat deed dat bij jou? Ik heb daar het minst effect mee gehad, denk ik. En dan de laatste keer hebben we baclofen 5% gegeven. Ja. En wat deed dat bij jou? Ja, dat is een wonderzalfje. Oh. Wat? Vertel eens. Nou ja, dat ik heb gewoon heel veel, tenminste voordat ik de baclofen gebruikte, heb ik heel veel pijn van verkleving, zeg maar, in mijn knie, zeg maar. En die verkleving, die haalt de baclofen gewoon, die pijn haalt hij helemaal weg. Dat is gewoon niet, die is absoluut helemaal weg als ik het insmeer. En dat is tijdens het insmeren eigenlijk al vertrokken. En hoe lang houdt dat aan? Dat het kan soms wel enige uren werking hebben. Mooi. Ook soms wel eens wat korter, maar dan smeer ik gewoon na 1,5 uur, smeer ik er weer in. Maar er zijn echt momenten dat ik niet eens zo hoef te smeren. Heb je er bijwerkingen van? Ik denk helemaal niks. Ik ben er heel blij mee. Mooi. Heel blij mee. Nou, dankjewel. En we gaan in ieder geval zo door. Oké. Toen ben je in het verleden door de artsen die je toen behandeld ook nog behandeld met een crème. Dat was de DMSO-crème. Als je nu die DMSO-crème erop smeerde in het verleden, wat merkte je daarvan? Dat vond ik een hele akelige crème. Akelige?
Eigenlijk werden mijn klachten veel erger. Erger, oké. Okay. Dus in die zin kon je ook duidelijk een verschil merken tussen de DMSO-crème en de ketamine baclofencrème. Ja, absoluut. Heel groot verschil. Okay. Dankjewel. Dus je ziet inderdaad de operatie van de knie. En dit is ook de maximale stand van buigen, hè? Ja, dit is maximaal. Dystrofische pijn, succesvol behandeld met het behandelingsprotocol van het Instituut voor Neuropathische Pijn.